dames en heren, ik ben er echt trots op, en dat meen ik echt, te melden dat onze ledenraad afgelopen maandag met grote instemming het voorstel van het bestuur heeft overgenomen en dat ik jullie allebei de gouden speld behorend bij het erelidmaatschap mag opspelden. Ik ben op mijn 10e jaar gekomen bij Ajax. Ik ben op mijn 36e gestopt. Ik ben nog steeds een verschrikkelijk Ajax-ziet. Ik zal het ook mijn hele leven blijven. En ik ben bijzonder trots op het erelidmaatschap. Dit is een bekroning op mijn hele loopbaan. Als je vanaf je 10e lid bent bij Ajax en dit jaar wordt het 60 jaar. Ja, is dit natuurlijk fantastisch. Had je een brok in je keel? Nou ja, soms is het wel eens emotioneel. En als je al die jongens ziet waar ik mee gespeeld heb, ja, dan doet het wel wat. Wat voor mij heel belangrijk is om te zeggen, is dat de onderscheiding die ik ontvangen heb, het erelidmaatschap, is wat mij betreft slechts een bewijs dat ik dit lidmaatschap moet delen met al degenen met wie ik altijd gespeeld heb. Ja, ik ben vooral verrast geweest dat ik het erelidmaatschap heb aangeboden gekregen. En ik ben er ook blij mee, want het is natuurlijk een fantastische onderscheiding. We hadden dat natuurlijk veel eerder ook kunnen doen. Maar goed, we hadden eenmaal een soort rare regel binnen Ajax. Dat spelers daar niet voor in aanmerking kwamen. En ik ben ontzettend blij dat, zeker omdat het ook van ons belangrijkste en eminentste erelid Wim Schoefwaard komt, dat we die regel nu overboord hebben kunnen zetten. En dat we nu spelers die grote verdiensten voor de club gehad hebben, zoals Piet en Sjaak, ook de eer kunnen geven die ze toekomt. Ik lach, Piet, hoor. Ja, dit heb je gelijk. Ik wil een geintje.